hartelijk welkom. Zo kom ik nou eens een keer weer in de rang. En dat is hartstikke leuk. Dus wil en eer in ieder geval eigenlijk ook Amanda heel hartelijk bedankt. Gaan we hier onze afsluiting maar over. Dit jaar zei Amanda van ik zet de schouders eronder en ik probeer het dus in gemeentes wat voor elkaar te krijgen. Nou, dat is fantastisch gelukt. Ja. Oh, dankjewel. Alsjeblieft. Ik had niet verwacht, maar ik doe het volgend jaar graag weer. Ik vond het ook echt wel mooi. Dankjewel. Dat het erg belangrijk is om dus te doen wat mensen dus tegen geen amusement aankijken. En vooral belangrijk is eigenlijk om aan te geven wat de verbeterpunten kunnen wezen. Daar ben je echt heel erg in geïnteresseerd. En op de tafel zijn dus ook een bloknoot met wat pen. Er is ook bijzonder op gesteld dat hij door dingen opzet. Er is natuurlijk ook al wel het een en ander binnenkoosje en een mail. En dan noem ik iets van de auto's die ons toch altijd duur ringen. Dus volgend jaar moet je daar echt iets blijvends aan gaan doen. Want dat zijn kritieken die je dan nog een paar jaar komen. Dus daar moeten we wat aan doen. Maar we stellen een bijzondere prijs om jullie eigenlijk dus dingen te doen die er als je wat mee kunt doen. Ja, dat was geweldig, hè? Ja, dat is het. Dat is wel hè? Dat was nog. En dan ben jij eens erop van de vis en nou, ik wil wat graag mee, hoor. Dat lijkt me leuk. Ja, ik ga het wel nog zeggen. 2, 3, 6, 8. 40, nou, vertelt ons maar eens. Vertel mij eens wat. Ik ben in het algemeen geïnspireerd door de natuur, maar dat kun je wel zien. En ik probeer het gewoon zo realistisch mogelijk weer te geven, omdat mij dat het meest aanspreekt. Ja. Dat is wel waarschijnlijk. En hoe werk je? Hoe doe je dat? Het meeste werk is jullie werk, ja. En een aantal, dat is quash. Ja. Dit is bijvoorbeeld quash, dat is achterglas. Dus dat is vrij kwetsbaar. Dat is op de molen, zeg maar. Ja. En ongeveer rechts zijn dat ding van staat bot weer, dat moet je regen. Ja. Uit de baan, dat is tussen Hasselt en Zwarte Zus. Dit jaar is het niet zo slim geweest, maar meestal is die dat in de winter die dat behoorlijk onder water. En het mooie heel wat aan het zakken. En dan blijft die rotzooi die blijft zo op dat hek hangen, zeg maar. Oh, ja. En dan die lichtval erop, die zon die je erop ziet. En eigenlijk het gras, dat kumper alweer een beetje deur, weet je wel. Dat water, dat zakt dan. En dat bij elkaar, dat geeft dan een mooie... Direct een puttetie, er binnen een puttetie zit weer vervolgd is. Direct een puttetie op de paspartout geschilderd. En die zitten vreden achter de paspartout aan die dissers. Voor die zuidjes tevreden ervan, zeg maar. Ja. En even staat die er nog even verder. Dus die versterking door hem er zo op te zetten, erachter te laten vreden, versterk je nog meer het effect dan die van die diepte. Ja. Achterkomt dat iedereen eigenlijk verschillend bezig is. Ja, nou, dat klopt ook wel. Ja. Iedereen heeft vaak zijn eigen manier. Nou ja, kijk, ik ga maar schetsjes maken van een kieviet. Nou, die gebruik ik dan later weer voor een of andere schilderij, zoals toch een grote op ziet. Ja. Ze maken bijvoorbeeld een landschap van, ergens in Maastricht. En dan was het dan weer, hè? Ja, dus dat bij heel veel klein detail dit erin. Dat is een druk. Wie is die? Mooi, hè? Mooi, ja. Dat is wel mooi.
Ja, poetsen. Het was een kaas. Ja, hartstikke leuk. Ja. Ik zal klapperen voor jullie. Ja, dat is goed. Ja, vind je het goed? Nou, en dan verder, ja, vind ik het hartstikke leuk wat er allemaal is. Ja, heel mooi, hè. Dat dan leuk. Ja, heel mooi. Hier kan je niks doen. Precies. Ja. Nou, hier. Ja. Smeer kan ik dan zien. Smeer is een lekker duur, hè. Ja, je hebt wel een kamer. Ook een galerie. Oh, mag ze om zijn oude primaire kleur. Ze hebben ze in de gasten. Ja, en zwart. Voor wit. Ja, nou, maar deze kun je in eerste instantie heel veel mengen. Ja. En zilver. Ja, ja. Zilver kan goed voelen. Dat is een buiten. Ja, dit zie ik. Dus dan denk ik een stad voor de ja, herkenbaar. Ja, ja, natuurlijk. Nee, nee, nee. Nou, weer maar heel rustig met lekker in de zwart, en dat kan heerlijk. Dat is echt heel leuk. Een tweede hè? Ik kan er zo schaam. Dit is bedankt. Graag gedaan. Leuk. Daarvoor ligt die papieren, hè? Gewoon dat je zo'n stukje van Ginnemuiden laat inspireren. Ja, met de goot nog doen. Nou, dat heb je iets na. Maar dat deed bijvoorbeeld even hier wat gedetailleerd om aandacht te geven. Dus hier, dit is heel gedetailleerd. Nou, als je hier kijkt, ziet het er helemaal heel vaak. Ja, zie je bij ons?